Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Integrale aanpak rattenplaag Nikeri noodzakelijk. Reisboeren ingenomen met veldbezoeken president. President Santokki bezoekt locatie plantenkassenproject Nikeri. Nikeri krijgt moderne visaanlandingsplaats en Commissie Baso BZV Nikeri stelt orde op zaken. President Chandrika Prasad Santokki is voorstander van een integrale aanpak van de rattenplaag die Nikeri sinds 2022 teistert. Als de rattenplaag niet goed aangepakt wordt, zal het zeker weten impact hebben op de samenleving. De risico's voor de volksgezondheid zijn dan niet te overzien. Dit heeft president Santokki op 28 januari 2023 kenbaar gemaakt tijdens een presentatie over de rattenplaag in Nikeri. Het staatshoofd heeft in het weekend een bezoek afgelegd aan het westelijk gelegen district. We hebben op het ogenblik een rattenplaag. Het heeft zich in het verleden ook voorgedaan. Alleen hebben we daartussen nooit meer wat of niets gehoord en dan weer wat. Dus van tijd tot tijd dat het periodiek dat we te maken hebben met een reisrattenplaag in de sector. Onze bevindingen zijn van dat er dus de als we kijken naar wat voor onderzoek we hebben gedaan, dat we steeds vaker waarschijnlijk met deze plaag te maken gaan hebben. En dat het niet zomaar dat het iets is wat blijvend gaat worden. En aan de hand daarvan, omdat we ook zien dat die reisrattenplaag te lang heeft geduurd. En we hebben gezien dat er verschillende pieken waren in verschillende gebieden, de verschillende polders. En in begin april van 2022 zagen we dat er een piek was in het gebied van Nieuw-Nikeri en in de westelijke polders. Nu zien we dus dat er weer een piek is na een tijdje in de oostelijke polders. Dus we hebben gedacht van dit is niet normaal, dit is niet iets wat weer snel voorbij gaat gaan. Dus we hebben onderzoek verricht om te kijken van te voorkomen dat we de volgende keer weer verrast worden. Dus wat we aanbevelen in de commissie is van luister, dat willen we niet meer. We willen een preventief beleid gaan voeren. We raden ook aan om een preventief beleid te gaan voeren. En een vroege indicatie, rattenplaag, monitoringssysteem in het leven te brengen. Waarbij we dan snel geïnformeerd worden en vroeg kunnen ingrijpen als het om die ratten gaat. En waarom moet je dat doen? Om te voorkomen dat economische schade en gezondheidsschade voor te zijn. En om zoiets te installeren gaat zorgen voor inderdaad veel meer winst dan afwachten op een epidemie waarop je helemaal niet voorbereid bent. Wat zou je moeten doen is, kijk, plagen en dat soort zaken zijn best wel moeilijk om te voorspellen. Maar als je een goede monitoringssysteem hebt, wat inderdaad veel geld gaat kosten om het te doen. Ik heb aanbevelingen gedaan tijdens de presentatie. En om dat nu allemaal op te noemen, dat wordt een heel moeilijke zaak. In het kort is natuurlijk ervoor zorgen dat er minder schade komt. Nou, hoe kan je ervoor zorgen dat er minder schade komt in de reissector? En is dat je dat heel vroeg kan aantonen van jongens, nu moeten we ingrijpen, want anders krijgen we een epidemie. Dat zou ideaal zijn. En voorlichting geven aan de boeren ten aanzien van gezondheid. Hoe ga je om ermee? Om ziekte van wijl te voorkomen bijvoorbeeld. Is niet iets wat alleen de boeren aangaat, landbouwers, maar ook iedereen. Dus het staatshoofd heeft zich ook georiënteerd in de rijstarealen. President Santokki heeft daarbij een beeld gekregen van de schade die is aangericht. Verder heeft hij zich laten inlichten over de eventuele gevolgen van de rattenplaag.
De rijstboeren toonden zich ingenomen met het veldbezoek van de president. Nogmaals, hoe hebben we dit kunnen bereiken? Door offers van de samenleving. Door geduld van de samenleving. Het geduld wordt op de proef gesteld. Met viering, met jaren klachten. En daarom heb ik gezegd, we gaan ombuigen. En we gaan nu een tweede helft spelen. Tweede helft van de wedstrijd. Net de vorige week, Argentinië, Lassa is de wedstrijd. Toch? Argentinië, Lassa is de wedstrijd. De beginnende achterstand. Maar de trouw wereldkampioen. Zie ons als de nieuwe Argentinië in de tweede helft wedstrijd. Oké. Ombuigen van het beleid dat u ingrepen gaat plegen binnen uw ministersteam. Het is een optie wat besproken wordt in de coalitietop. We hebben eerder de Schäffelin besproken. Staat weer op agenda. In de tweede helft moet je rekening houden als je het wil vergelijken met een voetbalteam. Dat je tweede helft speelt met het beste team wat je hebt. En dat daarbij inderdaad nodig is dat je af en toe van spelers moet verwisselen. Maar als we tweede helft spelen, is er geen tijd voor sideline coaching. Is er geen tijd voor tribune, mensen die daar zitten te schreeuwen. Kom op het veld, be a player en let we be S Country the winning team. Waar moet u bijstellen? Ik denk dat het meer ligt namelijk dat die bureaucratie er is. De capaciteit tekorten die we hebben om programma's snel te implementeren. Dat daar mijn grootste bottleneck is op dit moment. Dat ik geld heb. Maar dat uitvoeren, waar enorm veel capaciteitsproblemen hebben, enorm veel bureaucratie hebben. Daarom zie je dat ik vaak nu werk met presidentiële teams. Want die deliveren sneller dan het bestaand systeem wat enorm veel bureaucratie is. En nogmaals, met je internationale partners en financiële instituten, zorg dragen dat je een goede samenwerking hebt. Vertrouwen blijft behouden. We zijn nu bezig met IMF te onderhandelen. En komende week hopen we namelijk dat overeenstemming bereiken. Maar ik zeg, er is een weg. Door ons gecreëerd, designed. En die weg is gecreëerd om ontwikkeling te brengen. En die weg heeft verschillende fasen. De moeilijkste fase, namelijk herstel van de crisis, herstel van de financiële-economische situatie, die hebben we redelijk onder controle. Nu gaan we naar de stabilisatiefase en nu gaan we naar de groeifase. Dit is die weg. Er zullen issues zijn in die zijweg. Er zullen issues zijn in die dwarsweg. Lossen op in de dwarsweg, lossen op in de zijweg. Kona hoeveel bakken. Godoro, Godoro. En wie jij go? Doro. Een andere activiteit van het staatshoofd betrof een bezoek aan het kassenteeltproject van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij in Nieuw-Nikeri. President Santokki is van mening dat kassenteelt een bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van de agrarische sector. LVV-minister Parmanant Seudin heeft een uitbreiding van het project aangekondigd. Suriname moet volgens president Santokki zijn productie opvoeren. Binnen de CARICOM hebben regeringsleiders zich ook gecommitteerd aan meer lokale productie om zodoende de uitgaven aan importen tegen 2025 met 25% te hebben verminderd. Het staatshoofd merkt op dat Suriname jaarlijks voor $200 miljoen per jaar aan voedsel importeert. Dit terwijl het land van oudsher agrarisch is ingesteld. President Santokki zegt dat met zulke projecten waarmee opvoeren van de lokale productie wordt beoogd, de import drastisch verminderd kan worden. Het geld dat vrijkomt kan dan in andere ontwikkelingsprojecten geïnvesteerd worden. Het staatshoofd deelde mee dat er recentelijk gesprekken zijn gevoerd met deskundigen in Nederland en India om Suriname te ondersteunen in het verder ontwikkelen van kassenteelt. Vanuit het ministerie van LVV worden voorzieningen getroffen om de boeren te faciliteren. Aan de Van het Sigastraat in Nieuw-Nikeri komt er een moderne visaanlandingsplaats. Het staatshoofd viel de eer te beurt om zaterdag het projectbord te onthullen.
Abbas Norejo, voorzitter van het visserscollectief Nikeri, is ervan overtuigd dat deze faciliteit een enorme boost zal geven aan de economische ontwikkeling in het district. Alles wat wij nu bouwen in Nikeri, hadden wij eigenlijk al. En ik weet dat de minister ergens in augustus 2020 hier was. En hij heeft gezegd, waar waren jullie? Inderdaad, we staan hier om een lichtpunt, welke er was, om dat punt nog groter te maken. En zoals jullie allemaal weten, 80% van onze visvangst, visproductie, wordt geëxporteerd. 20% wordt lokaal geconsumeerd. Maar export, als we daarover hebben, is niet meer zo makkelijk. Er komen steeds meer regels, internationaal, waaraan je moet voldoen. En behalve dat jouw visverwerkingshal moet voldoen aan heel wat eisen, qua hygiëne, wil men nu ook weten van waar je vis vandaan komt, hoe je het gevangen hebt, hoe vriendelijk het gevangen is, en hoe jouw management systeem van je visserijsector eruit ziet. Met oog op duurzaamheid van de sector. Ik wil alvast de vissers feliciteren dat dit initiatief gekomen is, inderdaad, dankzij jullie. We hebben hier gestaan met de camera, met de heer Kiristi. En we hebben bekendgemaakt van, luister, hier komt niks anders dan een visserijcentrum. En vandaag is de eerste stap, of voor de eerste stap daartoe gezet. En met de president, of door de president. En ik hoop, aannemer, binnen hoeveel tijd zijn we klaar? 8 maanden. Oké, dan zitten we ergens rond oktober weer hier en voor de opening. En ik hoop dat u die target haalt en dan de vissers nog blijer kunnen maken. Visrijkdom, dat mogen we wel gebruiken, ja. We zijn rijk aan vis. Misschien een van de rijkste landen van heel het Caribisch gebied als het gaat om vis. Want al die andere Caribische landen die zijn al uitgedroogd als het gaat om visvangst. Wij hebben dat. En we moeten dat duurzaam ontwikkelen. We moeten nagaan wat de regel is. De regels aanpassen om het beter te beschermen. Zorg dragen dat we internationale normen halen met betrekking tot ons visbestand. Maar ook de wijze waarop we management ontwikkelen met betrekking tot duurzaam visbeleid. Die dingen zijn onderworpen aan toetsen van internationale instituten. Anders krijg je vis niet aan. En je ziet hoe kwetsbaar het is. Je ziet hoe kwetsbaar het is. Als je afhankelijk bent van de internationale gemeenschap om jouw producten kwijt te raken. Kijk wat er gebeurd is met KLM. Kijk wat er gebeurd is met KLM. 1 besluit. Geen vracht. Met KLM toestel. Bang. Alles blijft hier zo. Ik heb opdracht gegeven aan minister Bibas en TCT. Zo snel mogelijk te onderhandelen. Maar direct gisteren aan de Joint Business Council Suriname Guyana gevraagd. Kijk hoe jullie op de markt kunnen inspelen. En breng die producten daar via jullie naar de internationale markt, naar de Caribische regio. Dat is wat je moet doen, om snelle beslissingen te nemen. Met betrokkenheid van alle lokale stakeholders. Dus minister, we gaan door met ons beleid. Maar laat het beleid transparant zijn. Directeur, staf, Abbas, met uw team, veel succes. Je moet een datum prikken wanneer we helemaal gaan komen openen. En dat doen we, zo werken we. Maar terecht, als we niet regelmatig herhalen, DNA-leden, wat we aan het doen zijn, dan vergeet men. Dit moeten jullie doen straks met die begrotingsbehandeling. Alle wapenfeiten. U heeft het boekje, 2 jaar regering, Santokki Brunswijk. Maak gebruik van alle informaties van projecten en programma's die we uitvoeren. En alle andere uitdagingen, die zullen we ook moeten overbruggen met collectieve inspanning. En nogmaals, Nikeri, gefeliciteerd. God zegen u. God bless you. Thank you. Op zondag 29 januari vond er een evaluatiemoment plaats
met de presidentiële commissie BASO BZV Nikeri. Deze werkgroep had van het staatshoofd de opdracht om ordening te brengen in het bestand. De situatie is inmiddels verbeterd. De commissie hield een presentatie over de stand van zaken. Kijkt u mee. Het is een evaluatie. Deze commissie is tot stand gekomen in de maand juni. En we zijn, laten we zeggen, 6 maanden verder. En het is nieuwjaar. We hebben een evaluatie van de afgelopen jaar. Wat het resultaat is, het is, we hebben succes geboekt. Ja. Kunt u in het kort aangeven waar de successen zijn, op welke gebieden? Als ik even mag piepen, in de maand augustus hebben we 1244 mensen kunnen helpen met een kaart. September 1216, in de maand oktober 1399. En dan heb je in november een daling, omdat er is niet zoveel meer. 545 en december 457. Dus straks hebben we weer een stijging met de continuering van de vervallen kaarten. Toch? Dat is in de maand februari. Ja, komende maand hebben we meer dan 3000 gevallen weer. Mm-hmm. Ja. En de hoofdreden waarom de commissie zeg maar, is ingesteld, merkt u dat jullie de doelen tot op dit moment realiseren? Wel, 100% niet, maar toch wel. Hè? Want je ziet een rust. Het was een chaos. Laat me zeggen 12 jaar, of voordat de commissie ingesteld was. Was er een chaos in Nikeri en laten we zeggen, eerlijk zijn, in Suriname. En daarom hebben de mensen mij opgeroepen van wat kan je doen als DNA. Ik heb het een aantal keren aangekaart in de DNA aan de president. En zo is deze commissie tot stand gekomen. Er is een rust, je merkt het zelf. We hebben wel niet echt veel gevallen, maar nu meer de vreemdelingen. En we helpen alleen de urgente gevallen, vreemdelingen, omdat het ook niet toelaat eigenlijk, volgens de toelating, volgens het verblijf van hun. Maar toch, als in humanitaire overweging, dan helpen we hun toch graag. Maar in afstemming met de minister van Sociale Zaken. Dus voor wat Nikeri betreft zijn de zaken op orde als het gaat om de BASO BZV. Tot zover wel. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.